In deze les hebben jullie vier belangrijke concepten gezien met betrekking tot het analyseren van historische bronnen om een historische vraag te beantwoorden. Een eerste aspect ging over de bruikbaarheid van de bronnen. Hier gaat het vooral over de vraag: geeft die bron mij informatie die kan helpen om de historische vraag te beantwoorden? Het gaat hier dus vooral over de inhoud van de bronnen. Een tweede belangrijke aspect heeft betrekking op de betrouwbaarheid van de bronnen. Hier gaat het vooral over de accuraatheid van de informatie die in de bronnen te vinden is. Om die betrouwbaarheid te beoordelen zijn er een aantal aspecten die we kunnen bestuderen. We kunnen kijken naar de auteur van de bron, het doel en het doelpubliek van de bron, waar en wanneer de bron tot stand kwam, de maatschappelijke context waarin dat gebeurde en de informatie waarop de auteur zich baseerde. Al die elementen kunnen samen helpen om in te schatten hoe betrouwbaar de bron is voor de historische vraag die we willen beantwoorden. Dan is het ook belangrijk om rekening te houden met het perspectief van waaruit de bronnen geschreven zijn, want een historisch fenomeen kan altijd vanuit verschillende standpunten, vanuit verschillende perspectieven beschouwd worden, bijvoorbeeld door verschillende groepen in de samenleving. Het is dus belangrijk om na te gaan welke perspectieven wel en niet aan bod komen in de bronnen en om bij het beantwoorden van de historische vraag altijd meerdere perspectieven in acht te nemen. De bruikbaarheid, de betrouwbaarheid en het perspectief van de bronnen bestuderen, dat doen we altijd in functie van de historische vraag en dus met de historische vraag in het achterhoofd. Als we dat gedaan hebben, dan kunnen we verschillende bronnen met elkaar confronteren. Bij die bronnenconfrontatie gaan we dan bronnen vergelijken, de informatie uit die bronnen vergelijken en gaan we kijken of die bronnen elkaar bevestigen, aanvullen of tegenspreken. En dan is een belangrijke vraag natuurlijk waarom dat zo is. Als de bronnen elkaar tegenspreken, kan dat erop wijzen dat zij een ander perspectief weergeven op het historische fenomeen, maar het kan er ook op wijzen dat een van die bronnen misschien toch minder betrouwbaar is. Om nog even samen te vatten, als je een historische vraag wil beantwoorden op basis van historische bronnen, dan ga je eerst de bronnen zelf analyseren. Zijn ze bruikbaar, zijn ze betrouwbaar en vanuit welk perspectief zijn ze geschreven? Vervolgens kan je die bronnen met elkaar gaan confronteren, de informatie in de bronnen met elkaar vergelijken en op die manier de waarde van die informatie gaan afwegen. En van daaruit kan je vervolgens een antwoord formuleren op de historische vraag. Zo'n antwoord bevat altijd een duidelijk standpunt, een duidelijk antwoord op de vraag. En dat standpunt ga je vervolgens onderbouwen met argumenten. Je gaat dus argumenten aanbrengen, redenen geven waarom dat jouw standpunt of jouw antwoord is op de historische vraag. Die argumenten die ga je onderbouwen met bewijsmateriaal en dat bewijsmateriaal dat komt uit de bronnen. Je gaat dus de bronnen gebruiken om het antwoord te ondersteunen. Belangrijk is ook om daarbij te proberen om daar meerdere perspectieven in te betrekken en om eventuele tegenargumenten ook al te ontkrachten, bijvoorbeeld door aan te tonen dat andere bronnen minder betrouwbaar zijn.